Oh, dit wordt gaaf. Zo, goedemorgen. Ik voel me rot. Ik heb echt een paar uurtjes geslapen. Even in de spiegel kijken hoe ik eruit zie. Hè? Oh, dan hangt helemaal geen spiegel. Hey iedereen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik moet heel even opstarten. Ben ik 20 minuutjes wakker. Ben opgestaan, bakje pleur erin, naar mijn huis gereden. En mijn hele huis is wat ingepakt. Althans de bovenverdieping. Ik sta nu in de badkamer. Ze gaan plafond spuiten. En ze gaan ook hier zo, kijk. Het lijkt wel een cadeautje in mijn huis. En hier ze gaan ze ook alles spuiten. Dus het zit allemaal ingepakt. Voor de spijtert. De koffie staat klaar. We gaan even een bakje erin gooien. Ondanks dat ik moe ben, ik heb wel echt heel veel zin in vandaag. Het zit namelijk zo dat ze alles gaan spuiten. Dus dat is heel leuk om te zien. Plus ze komen al alle geluidsinstallaties installeren door mijn hele huis heen. Overal Sonos, soundbars. Hoe heet dat nou ook alweer? Zo'n effect dat je alles om je heen hoort. Hoe heet dat nou? Surround sound. Ja, surround sound komen ze installeren. Zodat je echt een bioscoop effect creëert. En dan speciale Sonos speakers die je aan kan sluiten op je pc in mijn werkkamer. In de badkamer komt een tv te hangen met een Sonos speaker. Dus er wordt veel technologie weer geïnstalleerd vandaag. Ik heb er zin in. Ja, het is weer tijd voor een swipe op. Swipe op naar Anton Beeld en Geluid. Je gaat het allemaal installeren. Hij heeft me een mooie prijs gegeven. Moet je eens even kijken. Er komen een soort standaard. Ik laat het gewoon zien. Kijk, ook mooie tv's van Philips. Helemaal super. Nog één. Kijk eens even, lekker bezig. Allemaal apparatuur. Oh, wat een subwoofer. Kijk, ze komen dus op standaard te staan. Hé, ik ga even die tv halen. Ik ben zo terug. Ik heb dus echt al maandenlang bij mijn ouders in de gang een tv staan. Een 65 inch, hoi fam. Die is er ook gezellig bij. 65 inch Philips OLED tv. Een mooie soundbar eronder, ambient light. En die staat er maar eigenlijk een beetje te verstoffen in een doos. Maar waar heb ik mijn auto nou gezet? Oh, die staat daar. Lekker chaotisch weer wakker worden. Ja, maar die mag ik eigenlijk gaan ophalen. Die gaan ze ophangen, echt. Ik kreeg net een appje van de aannemer. Over vandaag, precies 2 weken, is het af. Dus dan kan ik gewoon op mezelf. Zoveel zin in? Zoveel zin? Oké, let's go. Zoals de meeste van jullie weten, is Fem mijn manager. Maar Fem, ik zit te denken, mijn huis is bijna af. Werken biermerken samen met influencers? Want het zou wel heel ziek zijn als we Hertog Jan benaderen. Daar ben ik het meest fan van. En mijn vrienden ook. Nou, volgens mij zijn we wel benaderd door een bedrijf wat jou een pallet Hertog Jan wil leveren. Nee, echt? Ja. Huh? Waarom heb je dat niet verteld? Nou, omdat ik... Waarom heb ik jij dat niet verteld? Wanneer spreek ik jou? Nee, daar gaan we het niet over hebben. Ik ben een slechte apper, oké? Nee, maar dat kunnen we waarschijnlijk wel regelen. Maar, echt? Ja, een pallet? Ja. En, maar dat is voor een week. Waar blijft de rest? Nee. Ja, precies. Dus als anderen zijn... Wow, hè? Wat toevallig dat ik dit dan vraag. Dat is allemaal stof. Ja, ik stond net tegen de muur aan te leunen. Ja, maar dit is gewoon stof, ja, hoor. Oprecht toevallig. Een pallet, Hertog Jan. Hoeveel pils is dat? Hoeveel kratten zijn dat? Ja, maar dan moet ik nog even mee bellen. Dus dan kan ik even kijken of we kunnen fixen. Dit is goed. Kijk. Oké. Okay. Nou, daar staat hij, hoor. Die staat hier al een maandje of 3. Helemaal ondergesneeuwd met dozen. Goeiedag. We komen de tv ophalen. Hij mag eindelijk de gang uit. Hij wordt opgehangen vandaag. En mij hangen ze misschien ook op, maar dat zien we wel even. Zullen we? Nee, niks. We komen niet tv ophalen. Oh shit, daar komt die hond. Sorry. Oh my god. Ik zei het nog, hè. Ik ga er niet achteraan. Wat is dat toch met honden, dat als er een deur open gaat, ze zo snel mogelijk naar buiten moeten en gewoon moeten sprinten, gek doen, zien een mogelijkheid om te ontsnappen. Zou het als gevangenis voelen? Ik weet niet. Er moet toch een reden zijn dat die beesten altijd gewoon willen ontsnappen. Zo raar, in ieder geval. Kijk, die knakenbus is toch nog ergens goed voor, hè? 65 inch, jongen. Ik heb van Philips ook een 75 gehad. Maar deze 65, en dat heeft die 75 niet. Deze heeft OLED. OLED Plus. En dat is eigenlijk gewoon zo'n scherp beeld. Dat, daar doen we het voor. Zo. En weer terug. Maar moet je die hond even kijken. Die heeft dus snel een stok gepakt. Hey. Hé, hey, wat heb je daar? Heb je een stokje gestolen naar buiten? Dus ik kan wel weer heel snel zelf terugrennen. Oh, je hebt 2 stokken, joh. Nou. Is dat niet slecht? Weet ik niet. Ik denk niet dat het heel lekker is voor dat beest. Kom eens hier. Nee, hé. Hey. Nee, dat gaan we niet doen, Bo. Nee, nee. Open, Bo, open, open. Jezus, die kijkers sterk. Open, ja.
Ja, dat zijn hele kleine stukjes hier. Dat maakt... Fuck it, ik weet niet of het slecht is. Ik haal het weg. Ze poept het wel weer uit. Bobo eet altijd stokken. Tot nu toe heeft ze nog nooit darmklachten gehad. Maar als we het ook uitlaten, jongen, we laten het los. Dan vreet ze gewoon een hele boom op. Bobo draagt gewoon bij aan de klimaatverandering. Hè. Het is gewoon ontbossing wat ze doet. Home sweet home, baby. Daar zijn we weer. Eens even kijken in dat kwartiertje dat we weg zijn geweest wat de mannen gedaan hebben. Wat een spul, hè. Kijk, die sound maar eens even. TV aan het installeren. Is dit de tv die boven komt? Ja, deze komt de badkamer. Super. Kijk, subwoofer. Oh, kijk. Zat al aan. Wat een mooi spul. Die standaard. Ja, dan komt hij net boven de bank uit zo. Komt volgens mij hier nog één voor de surround. Oh ja, hij doet het al, joh. Kijk. Mooi. Kijk, hier in de hoek komt er nog een mooi tafeltje zo. Bij de keuken, anders is dit een hele loze hoek. En heb je hier ook een Sonos speaker. Komt lekker overal geluid door het hele huis heen. Super, wat een mooie ding. Ook strak, past echt perfect. Hier, het valt gewoon weg tegen de kozijnen. En ik hoorde dat deze voor de studio waren. Wat een ding, kijk hoe groot. Zo, hij is echt flinterdun. Kijk uit voor het plafond, voor de verf. Die is nog niet helemaal... Wow, hij is dun. Wow, hè? Nou, dat meen je niet dat hij zo dun is. Hè? Ik heb nog nooit zo'n dunne tv gezien. Wow, hè? Huh? Even zien dat hij zo dun... Die 75 inch, die is heel dik. Die was dikker. Dit is OLED. Dus hij heeft geen backlight nodig. Er staan allemaal letjes. Alleen maar letjes, oké. Okay. Ja, dus dat de betekening achter OLED zijn alleen maar letjes. Maar waarom heeft dan zo'n 75 inch? Die is letterlijk tien keer zo dik. Dat is kristallenvloeistof LCD-TV. En er zit verlichting achter alle kristallen om die kristallen kleur te geven. En hier zijn alle kristallen vervangen door letjes. Oké, zo werkt dat dus. Ook leuk om te weten. Soundbar hebben ze bevestigd op de tv. Nou, ze gaan hem even ophangen. Daarna de draden wegwerken. Heel voorzichtig. Zo'n dunne tv kan buigen. Ik ben echt benieuwd hoe dat eruit ziet. Hé, kijk, mijn vlog staat aan. Oh, dit wordt gaaf. Groot ook, hè. Wow. Deze twee, die is voor mijn badkamer. Die is voor mijn slaapkamer met zo'n bed, met zo'n uitschuifding, weet je wel, in je bed. Dat de tv uit je bed komt. Maar dit is gaaf. Wow, wat scherp is dat beeld, zeg. Gitzwart, hè? Het is heel zwart, ja. Het is zwarter dan een normale tv. Kijk het verschil. Die is grijzig. Kijk, dit is vloeistof. Hier. Zie je, als je erop drukt. Oh, mijn god, kan dat gewoon? Ja, dat moet jij maar niet doen, dan. Je kan het dus, dat is vloeistoftelevisie. En dit is OLED. Kan je dat gewoon doen? Ja. Nee, echt? Ja. Dus een hufteproeven tv. Nee, maar hij is inderdaad. Maar het is gewoon. Oh, hè? Oh, dat kan. Ik ben heel erg opgevoed van de tv afblijven. Ook blijven doen zo. Oké. Okay. Cool. Kun je die Italiaanse 4K's aanzetten? Die Italiaanse 4K's. Ja, daar stond hij op. Op home. Italiano. 4K, ja. Ja. Volgens mij staat dat eiland Capri. Hoe heet dat ook alweer? Even kijken. En dan gaat hij even renderen. Dus nu is hij even aan het doen. Even bufferen. En dan de buffer. Wow! Kijk, holy shit! Je kan dus elk detail doen. En dat is het voordeel van een OLED. Ja, ik film zelf niet in 4K, maar 1080p, 50 fps. Dus jullie zien dit niet, maar dit is haarscherp. En doordat het een glans paneel is, zie je het water dus ook echt kabbelen. Dat is het voordeel. Dit zijn allemaal matte panelen. Is leuk. Maar dan blijft hij altijd mat. En doordat de weerspiegeling erin zit, ga je water ook echt weerspiegelen. En als je glas ziet, weerspiegelt dat echt netjes. Dus je ziet weerspiegeling beter in filmpjes. Ja, ja, dus film echt door een kleur. Ja, het lijkt gewoon echt 3D. Ja. Ja, het lijkt of het eruit komt, ja. Het komt door de contrastwaarde. Omdat die zwarte kan worden, krijg je het effect in 3D. Dus je ziet echt veel meer schaduwvormen in de bergpartijen. Wat je normaal gesproken gewoon niet ziet. Die zie je hier ook. Die heb je net ietsje meer in de... Je ziet diepte, ja. Je zou die dingen moeten gaan verkopen, joh. Ja, maar dit is ook echt wel top of the rock wat Philips verkoopt, toch? Hoogst haalbare televisietechniek. Oh. En dat hangt hier. Swipe op naar Philips. Er zijn de mannen van Philips helemaal blij mee. Wow, wat intens. En dan gaan we nog helemaal afregelen. Ja, helemaal afregelen, stellen, draden wegwerken. U bent gezegend. Ja. Dat mijn huis inderdaad gezegend wordt zo. Dat is kalibreren.
En ja, wat ze dus doen is dat gelijk die kitstoven tegenaan en dan kalibreren ze de surround sound. Maar het klinkt net Star Wars. Family maakte net een grapje van, nou, je zou die tv's moeten gaan verkopen. Maar deze gast weet oprecht alles, ook over de Sonos. Wat zat je nou me net te vertellen over dat geluid met 10 man in de keuken bijvoorbeeld? Ja, er staan speakers, er zitten microfoontjes in en ja, onder 10 seconden gooit de signaaltje uit en dan pas je het geluid aan. Dus als je met 10 man in je keuken staat en het geluid moet goed blijven, continu pas je zijn gaan. Dus dan gaat hij iets harder en in de woonkamer iets zachter? Ja, wat bas aanpassen, wat treble aanpassen. Hij hoort waar de mensen zijn. Hij hoort waar die mensen zijn. Wat vet is dat. Ja, en wat hebben we net ook gedaan, dat true sound, dat doen we dan handmatig voor de weerkaatsing van je geluid. Ja, voor die surround sound en... Voor de sub en alles. En dat zijn je studiobox. Ja, heel vet hoor. Dat zijn 5, dat zijn 3 wegsystemen. Als je voelt hoe mega zwaar ze zijn. Ja, die zijn zwaar. En die zijn gekoppeld aan elkaar. En zo tegen de computer eraan, dat is echt vet. Dat is echt dik. Kan ik ook in mijn studio tijdens het editen lekker muziekje knallen. Ja. Gaaf. Ja, heel gaaf man. Fucking vet. En ik vind die standaards ook heel goed passen bij al het raamslag, bij alle kleuren van de ramen. En tenminste, alle kamers netjes weggewerkt, zit er netjes achter. Oh, je zit daarin? Ja. Oh, in een railing? Ja. Ja. Een kort kabel tussen gedaan. Mooi spul is dat. Gewoon door het hele huis, hè? Slaapkamer, keuken, werkkamer, je woonkamer. Je kan het doen, hè? Dus in de slaapkamer kan je radio bij de dag luisteren of een radiozender. Beneden een bioscoop luisteren en in jouw studio andere muziek. Alles kan je individueel bedienen. Ja, Spotify, Deezer, alles kan erin. Het is wel leuk als iemand slaapt en jij bent hier voor niet, kan je keihard wakker maken met alles. Ja, en hoppakee, de muziekkamer. Ja. Ik ga al goede pranks uithalen. En wat ook wel heel vet is, en dan moet ik echt een dikke shout-out geven aan Anton Beeld en Geluid. Die soundbar is dus sinds oktober, zei je? Ja, sinds oktober. Nergens te krijgen. Hij had er één liggen voor nood en blijkbaar ben ik nood. Dus hij gunt mij gewoon die soundbar. Sinds oktober nergens te krijgen. Had gewoon toevallig nog eentje. Nergens te krijgen. En ik heb hem al. Heel zeldzaam die soundbars. Door corona zijn al die fabrieken dichtgegaan. Je hoort het helemaal om je heen. Overal. Ja, dat hoor je op camera misschien niet, maar het hele huis en het galm nu natuurlijk nog, maar als alle meubels straks erin staan, dan klinkt het waanzinnig. Oké, het is een heel makkelijk te bedienen apparaat. Kijk, wat je hebt is dit pauze. Gaat alles in je hele huis op pauze. Zo gaat alles weer verder. Als je swipet hier overheen, ga je volgende nummer op Spotify. Dit is zachter, dit is harder, hè? Ja. Gewoon die puntjes. Heel handig. Wow, dit wordt ziek met die gasten, jongens, die hier zitten. Keihard kunnen zo. Keihard. En je kan ze voluit zitten. Voluit zetten bedoel ik. En ze kunnen niet opblazen, die speakers. Dus dat is ook heel belangrijk. Nee. Ja, dit worden feestjes. Niet opblazen. Zoveel zin. Oké, er zit dus ambient light achter die tv. Dit is zo ziet, heb ik nog nooit gezien. Let op. Kan je hem eens gewoon normaal aanzetten? Gewoon. Normaal. Oh, kijk, je zag het al een beetje. Kijk, dit is normaal. En je hebt hier een knopje. Ambient light. Ambient light, is dat die? Dat is die. Ja. En dan, en dan zet je op de game modus. Let op. Het is game modus. Let op. Net of het behang beweegt. Op camera ziet. Is er veel minder licht, maar het echt ligt heel erg op. Dus alle lekken van de luur aan de achterkant apart aangestuurd. Ja, kijk, dat lijkt net of het behang beweegt. Het leeft helemaal dat vuur. Wat raar. Wow, dat is vet, joh. Wat dus ook enorm vet is aan die show. Ja? Is er eigenlijk gehakt in de keuken, of niet? Is er al gehakt in de keuken? Ja. Ja, je zag het, in hardstyle ben ik niet heel goed. Ik ben meer in die jaren 70 dansjes wat beter, weet je. Zo heerlijk hardstyle. Oh, echt hard. Ik ga de springkaan weer pakken. Ik ga er van tussen. Oké, dit is een heel raar shot denk ik, maar het is nu anders bro. Ik wil kijken of je die stoom hoort, die luchtdruk van die uitlaat als je hem start. Of je dat hoort op camera, zo'n vla. Hij stinkt zo lekker, jongen. Oh, CO2-happen, jongen. Nou, volgens mij hoorde je geen wind op de camera. Maar je zag wel dat kleedje bewegen die ernaast lag. Dat zag je heel kort even bewegen. Er komt echt gewoon een straal aan luchtdruk uit. Gaan echt, ik ga lekker rijden, man. Ik ben onderweg naar Svennekoen. Ik moest mijn zwembroek meenemen. Want ze geven hun partijtje. En ja, je weet hoe dat gaat. Heel vaak bij partijtjes zeggen ze, neem je zwembroek mee. Maar we gaan niet vertellen wat we gaan doen. Dus ik heb daadwerkelijk geen idee. Ik zat te denken aan Jeu de Boel. Ik weet niet waarom ik daar mijn zwembroek dan voor nodig heb, maar we gaan het zien. Oh mijn god, ziet het nou goed? Kijk dat logo op de deur. Ik wist het, Hitler leeft nog. Kijk eens wie daar aan komen. Ik zie daar aan komen. Morgen mannen! Je staat bij de verkeerde.
binnen? Ja, mijn navigatie zei dat ik hier moest staan. Alles goed? Ja, lekker man. Ja, lekker. Lekker. Hoi. Kerel. Dan, hoi. Je moet eerst doorrijden. Ja, ik rij even heen, ja? Ik ga gezellig met Sven. Ik zeg het goed, hè? Dat is me. Sven en Koen, ja, ze hebben ook YouTube kanaal. Iedereen haalt een altijd door elkaar. Moeilijk, ik ook. Hè? Ik heb ze nu een paar keer gezien. Ik blijf tegen hem Sven zeggen en Koen. Maar eerlijk, Koen is toch meer een soort kaas, echte kaaskopnaam. Jij bent ook een kaaskop, maar hij is blond. Dat is een echte Nederlander, ja. Ja, dus ik ben, Koen past meer bij jou. Politie. Ik was de doodgeest in de Tweede Wereldoorlog. Vandaar die zwarte auto om de hoek hier. Hebben jullie gezien? Welke zwarte? Er staat echt zo'n soort Hitler of een nazi-wagen. Fucking serieus? Raar, ja. Waar? Je gelijk rechts om de hoek. Ja, alles wordt gejat hier, dus het zal wel gek zijn. Helemaal vanuit Duitsland hierheen gereden. Hij had jou gemogen, ja. Heel erg. Ja, dat is helemaal gestoord. Dat hoorde ik vroeger altijd. Dat ooit is gebeurd, vind ik nog steeds echt krankzinnig. Echt, hè? Ja, en nog veel erger, dat mensen de tijd van nu vergelijken met die tijd. Nee, dat kan echt niet. Dat ik echt denk, hoe kan je dat zeggen? Hoe ver ga je? Ja, maar echt, dan heb je niet je gezicht. We mogen echt niet zeuren als je dat vergelijkt. Zeker niet. Het is echt, niet eens een peulenschil, niet eens. Nee, joh, helemaal niks. Ik zie een Lambo. Zo. Oh! Groene. Sven en Koen die hebben een projectauto. Die zijn een Peugeot 107, is het toch? Ja, ja. Helemaal aan het ombouwen, verlagen, uitlaatsysteem, carbon parts erop, gewoon een normale Peugeot. Gaan ze helemaal dik maken. Dus, je hebt het vorige keer gehoord, hè? Ja. Ja, flashback. Dus de uitlaat zit er al onder. Alleen jullie zouden ervoor zorgen dat hij nog grotere vlammen spuwde of zoiets. Ja, met launch control. Met launch control. En nou, ze gaan hem helemaal ombouwen. We gaan er even heen. We gaan even kijken hier in de buurt. Hoe die draait, jongen. Ja, hoe die ervoor staat, die projectauto's. Wel lachen. Dat zou ik ook een keer vet vinden voor de content. Gewoon een oude auto kopen, helemaal. Ja, wij dachten, ja, busje. Kijk, hier staat hij. Kijk. Oh. Zag je hem staan? Oh, dat is echt zo'n oud ding. Ja, busje, die wil ik echt graag helemaal pimpen. Ja, gewoon dat ik mijn busje aan jullie meegeef. Goed? Ja. En dat jullie gewoon de sterrenhemel erin bouwen. Alles, hemel. Ja, echt? Alles. Ja? Alles. Dat doen wij. Dat zorgt wij dat jij gewoon niks weet. En dan alsof je hem aflevert bij een bedrijf. Is goed. Maar dan willen we ook de kleur bepalen. Maar mag ik dan af en toe komen kijken of is het dan echt een verrassing? Wat jij wil. Ja, dat is wel heel vet. Ja, wat jij wil. Steeds als we het deel af hebben, mag je komen dan. Ga maar even over brainstormen, hè? Ja. Dat is wel lastig. Een ander blok erin zetten. RS6 blok. Dat zal lekker. Dikke flippers erop. Gast, dan trekt dat frame van die wagen helemaal krom. Maar die bus moet je luxe maken. Ja man, hele luxe stoelen erin. Eigenlijk moet je de... Gast, daar moet je een chillbus ervan maken. Het middenstuk eruit. Van de laadruimte een chillstuk. Een soort luxe... PlayStation erin. En dan twee schermen. Ja. Dat is heel goed. Gekke wifi. Nou, lachen man. Laten we eens even kijken bij die waaien van jullie. Nou, in deze loods gebeurt er magie. Nou, je kan nog echt zien dat het een projectauto is. Kijk eens even. Vorig jaar was die grijs, toch? Nee, ook blauw. Ja, de dip. Ja, met jou was hij nog grijs. Ja. Bij mij was hij grijs, ja. Ja, carbon fiber. Nee, joh, dat is nep. Ja, maar dat is gewoon bestikkering. Dat is helemaal niks. Dat is plastic. Wow. Wat, oh ja, dit is gaaf, dit heb ik ook gedaan. Ik geef 100% mijn bus mee aan jullie. Nee, wacht, we laten het zo. Zo, op die poot wil je niet gaan zitten. Niet dat ik dat ooit doe. Wow, het lijkt me net een soort botsauto, een soort buggy. Oh, oké, dus hij wordt helemaal niet blauw. Ze schuren hem nu op, grondlak erover en dan de echte kleur. En welke kleur het wordt, dat gaan ze zo laten zien. Want die gaan ze blijkbaar in deze cabine spuiten hier. Nou, even dat geluid horen. Alleen rollend kan die vlammen sturen. Ik hoor het opstart. Wow! Oh, hij legt gewoon zwarte roet. Ja, maar dit zit alleen maar troepen. Oh, het stinkt. Ja. Oh. Zo, hebben jullie geen pijn aan je oren? Ja, tuurlijk wel. Oh, check de binnenkant, dat is nog mooi. Wat is er met de binnenkant dan? Dat wil ik een beetje welkom. Wow. Check boven je. Boven. Oh ja, sterrenhemel erin. Fucking vet, man. Ja, leuk. Kijk dan. Maar dat willen we met je bus doen. Ja, gasten, kom maar door. Ja. Hier, Alcantara erin gemaakt. Dat is ook wel met mijn busje, hoor. Check. Check. Kan met de app? Met een app, ja. Kan ik dat allemaal die kleurtjes veranderen van de binnenkant? Oh ja. En het kost niks, het is allemaal China. Dus als je hem één keer in het contact laat staan een dag, hier vliegt hij in de fik. Ja. Ah, dit wordt de kleur. Dit is de voorkant. Achterkant. En dan komt hier carbon in zo. Oh ja, wordt dit carbon dit leven? Ja, helemaal. Dit hele ding. Ja, dit is fucking vet. Oh, daar is ook nog een stuk. De motorkap. Oh, dat is een mooi kleurtje, gek. Lijp, hè? Ja.
Nou, je ziet het, er wordt goed gewerkt aan die auto. Er komen nog 17 inch velgen onder. Dat past net onder het kleine autootje. Verlichting onder de hele auto, zo'n ledstrip. Je kan gewoon elke kleur die je wil instellen op die ledstrip. Weet je wel, dan komt er gewoon... Oh, dat is echt ordinair. Goud. Nou, ze willen mijn bus meekrijgen. Die gaan ze meekrijgen. Alleen heb ik wel even een leenauto nodig. Hé, hey, maar nu gaan we dus jeu de boelen. Dat kan ook. Wat jij wil. Ja, ik moest mijn zwembroek meenemen, dus ik denk dat we gaan jeu de boelen. Ja, we gaan... Ik wil nog niet zeggen wat we gaan doen, maar neem je uit mij. Och, echt, ik zweer het. Als jij gaat zwemmen, dan wordt hij zo groot hoor. Echt, dat is niet normaal. Je bedoelt zo klein. Wat is er dan? Voor mij is dat groot. Is het weer zo koud bij de jeu de boel? Het is niet normaal. Nee. Zij hebben een kantoor en bij dat kantoor hoort een zwembad. Alleen die is een tijdje dicht geweest. Die hebben ze net weer open gegooid, alleen het water is nog niet warm. Ja, dus nou ja, weet je, even een kou knapje op jongens. We gaan er gewoon in toch met z'n drieën? Ja, maar echt, ik zweer het. Ja, we gaan er gewoon in. We gaan er echt in. Jumpen erin. Gauw lekker. Kleding en al. Staat hier een Lambo, joh? Ja, die moeten we even ophalen. Hey, we rijden nu net nog een keer langs die auto. Dus ik denk, nou, dit moet me zo denken aan Duitsland. Kijk, het is van de Luftwaffe geweest. Zie je, ik zat er niet naast. Wat raar. Maar hopelijk is het gewoon een historische auto. Niet iemand die echt... Gekkie is. Zo, zonder motorkap. Ja, ieder zijn ding. Inderdaad. Hé, hey, dat is onze spater. Gaat maar een keer uit. Zo! Hoi, ik ben hier! Kijk de verkeerde kant op, dit is niet normaal! Wow! Wow, maar die echo! Ja, hoor dan! Ja, en dat is het wel met zo'n auto. Je moet altijd de juiste plek uitkiezen om te parkeren. Zoals bijvoorbeeld nu. Recht bij een camera. Dan kijk je echt... Hè? Ja, we zijn in Almere. We zijn geparkeerd in het gebouw waar hun kantoor zit. Dus ja. We gaan even kijken. Ja, daar moet je dus altijd over nadenken. Want 9 van de 10 keer zijn mensen heel positief. Eigenlijk altijd. Maar ja, soms dan heb je ook negatieve mensen. Hè. In het verleden is natuurlijk een keer mijn RSS ondergekrast. En helaas stond dat niet op beeld. Dus daardoor nooit gepakt. Maar ja, we hebben het laten spuiten. Toen was het ook weer opgelost. En een klein rijtje heb je gauw, hè. Dus fucking chill dat er een camera hangt. Ook zo'n echt zo'n 4K ding. Helemaal top. Ik ben hier ook de hele avond staan. Ja. Nou, kantoortje. Kijk eens even. Oh, aquarium. Oh, neon tetras. Hey, hij is bijna niet meer groen. Hey joh. Ja, was hij groen, ja? Ja, maar even blauw al ging hij. Zag eruit als mijn Lambo. Ja, iets groener. Wow. Jezus, jullie hebben een alcoholprobleem, of niet? Ja. Oh nee, het is geen alcohol. Ja, je ziet wat je wil zien, hè? Allemaal energy drinken. Niks 18. En toen hangt hier een fles Malibu. Wow, kijk, je kan ook gelijk je reet waxen hier. Ja, lekker man. Was en wax, dat is helemaal een mooie combo. Maar als ik hier zou editen, dan zou ik de eerste week niet kunnen editen. Ik zweer het, wij editen nog steeds niet. Ja, jij kijkt nu naar je beeldscherm. Ik zou alleen maar naar links kijken. Ik zou echt niet naar mijn beeldscherm kunnen kijken. In de avond, jongen, echt, dan is het zo relaxed, lekker. Ja, fucking niks uit. Zeg. Het is echt... en dan zwemmen we straks daarom, hè, op dat dak. Dan gaat die guy even lekker in het zwembad. Oh, is daar het zwembad, ja? Hoogste zwembad van Nederland. Op 15 hoog. Heel veel YouTubers hebben natuurlijk een kantoor. Ik denk persoonlijk dat het bij mij niet zou passen. Want bij mij, ja, ik heb niet echt een reden om een kantoor te nemen. Ik gebruik mijn huis gewoon als kantoor. Om maar gekke shit te doen. Dus, maar voor jullie is het logisch dat jullie doen niet alleen YouTube. Jullie hebben ook allemaal bedrijfjes en jullie doen het samen. Dat is weer anders natuurlijk. Dan is een kantoor juist fucking leuk. Ja, wij kunnen niet rondkomen van alleen YouTube. Omdat we ook met z'n tweeën zijn. En de dingen die we doen, zeg maar, zijn relatief prijzig. Dus daarom moeten Jullie maken natuurlijk vuurwerkvideo's, projectvideo's met auto's, dat soort dingen. Ja, jullie verkopen ook spullen voor auto's en weer andere. Bami! Ja, hoe laat is het nu al? Ja, waarom is die hele verdieping leeg? Ja, het is echt leeg. Mist het! Ik zag die camera! Ik zag jullie niet. Oh, dat is ook mijn camera. Oh, jullie ook. Ik zag jullie niet zitten in keek. Ik was al te laat. Wow, je had me wel goed. Ik schrok alsnog. Echt heel erg. GG. Steenpiers, gaan we dit gaan opruimen? Ja, jullie samen. Jullie gaan samen zitten. Je schijnt hier al die panden zijn leeg. Kunnen we hier al die kamers. Het zwembad zien, toch? Ja. Even kijken, het zwembad. Oei, oei, oei. Wow, wat ziek. Oh, dit is ook in de buitenlucht, joh. Ja, daarom is het ook koud. Ik dacht, het is half overdekt of iets. Het is bevroren bijna. En het is niet verwarmd op het moment. Nee, en de filter is een beetje ontploft. Dus daarom zit er ook zwart spul in. Ja, we gaan gewoon vergouten. Ja, tuurlijk, sowieso. Niet hij zeker. Is echt koud, hoor. Hij is echt koud. Echt heel koud. Hij staat ook boven, hè. Dus dit is echt maar niet. Ah, fuck it. Nou, daar gaan we. Het zal lekker frisjes zijn op 15 hoog. Oh, wat een wind. Oh, dit wordt... Ja, is het erg? Ja, oh mijn god. Het staat echt een wind. Het is niet normaal. Oh, dit wordt echt mentaal voorbereiden. Wow, wat een wind. Wow, ik word bijna weggeblazen hier. Zo stief ik erin, gek. Wow, bro. Wat een view.
er! Het is gewoon letterlijk een bak gemaakt hier op dit dakterras. Ja. Dit wordt afniften. Kans 1 op hoeveel dat wij er nu in springen met kleding en al. Wat zegt dat nog eens? Kans op hoeveel dat wij... Ja, 1 op 10 gewoon. 1 op 10? Ja, al die wind! Ik heb nu ook uit. Oké, stel we hebben hem niet. Wacht, moet ik filmen even dubbele hand? Ja, doe maar zo, want anders hebben we... Ja, ik zou eigenlijk mee willen doen, maar ik heb geen extra kleren bij me. Volgende keer neem ik kleren mee en dan... Okay. Ja, dat is helemaal top. Oké. Anders doe jij alvast met je zwembroek aan. Ja, dat is goed, dat is goed. Ja, dat doe ik alsnog mee, dat vind ik leuk. Kijk, we hebben publiek, iedereen filmen naar binnen, kijk. Wat grappig. Oké, mannen. Hey, je jas! Je jas waait in dat gat. Oh, die wind. Gast, ik zit hier af te niften nu al. Pik, is dat wat mijn ding? Nee! Hey jongens, ik schrik dus op dat ik heb het koud. Kom eens. Oké, we gaan er gewoon inspringen, ja? Okay. Nou, gaan jullie met kleren gewoon? Nee, ik heb mijn camera nog! Oh! Nee, ik heb mijn camera nog, ik kan niet springen! Oh! Afniften! Oh, wat erg! Oh, dit is keihard! Ja, wacht, ik moet mijn camera neerzetten! Oh, fuck! Kom! Oké. Ja! Lekker boys! Koud! High five! Ja, ik haal zo mijn spullen wel op. Hebben jullie misschien een handdoek voor mij? Is hier een handdoekje? Ja, top! Hier, een paar lieve kijkers, hoi! Oh, dankjewel! Mag ik naar binnen? Ja, nat? Ja? Ja, lekker! Nou, dat voelt wel lekker, ik ben helemaal wakker! Oh, helemaal! Oh mijn god, dit is top! Hier, douche! Oh, hoe werkt dit? Fuck! Hier zo! Hey, ik heb een idee! Kans 1 of 5 dat ik nog een keer moet of jij? Oké! Eerst voor jou, dan voor mij! 3, 2, 1, 2! Oh, je zei 3! Nu voor mij! 3, 2, 1, 2! Wat zei je? 4! Oh, jammer! Wil jij ook nog, Koen? Ik sla recht open! Kom! Ik hou zoveel koud, ik wil er stiekem nog een keer in. Wow, mijn haar! Maar hij begint te beslaan, mijn camera. Even lekker opfrissen. Nou, ze logen niet. Kijk eens even. Prachtig. It's beautiful. Alleen, je ziet wel heel veel reflectie. Dat is lastig, hè, met filmen. Ja, nou, prima dagje, mannen. Ja, ik ga er van tussen. Ja, gelijk heb je. Dus was echt fucking gezellig. Ja. Veel geluld. Heel veel, echt veel. Het is al laat, ja. Ik heb gewoon last van de keel, van zoveel praten. Echt? Ja, ik heb wel droog. Ja, ik heb het dus de eerste keer dat ik niet drink. Ja, echt genoten vandaag. Veel gebeurd weer, veel gedaan. Productieve dag ook. Ik heb met Sven en Koen ook zakelijke dingetjes besproken. Althans, zakelijk gewoon. Ja, zakelijk. Gewoon leuke dingen voor de toekomst ook. Kijk. Moene! Jammer dat jullie het niet doen. In ieder geval, ik ga lekker naar huis. Wow, yo! Vangen! Ik wou zeggen. Oh, kijk dat raam! Jullie wisten al wat ik ging doen. Ik wou zeggen, kijk dat raam, toch? Hier. Hey! Oké, nu wel echt. Ik ga naar huis. Weet je wat leuk is? Oh. Wow, yo! Hij stopte! Wow, wat file gewoon! Ja. Oké, kan ik nu wel echt naar huis? Nee, oh, een file een stukje! Ja, hij staat dat is de noten. Kijk, nu stopt hij. Hallo! Oh, jouw gezicht! Ja, gast, ineens vervallen in stukken ineens! Ja, valt echt een stukje! Ja, dit is de noodrem, dat als er paniek is. Nou, dat doen we bijna elke dag. Wel goede lift, dan swipe op naar Lift Instituut Veiligheidskeuring. Je kan er ook auto's kopen! Airco's en onderaf! Ja, airco's ook, ja. Oké, ik ga het nu wel echt zeggen. Ik ga naar huis. Wow! Oké, dames en heren, dat is de... Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Lekker lang is die. Mocht je nou genoten hebben, vergeet dan zeker niet te abonneren. Zo, krijg ik een tia of zo, mijn beroerte. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mocht je nou genoten hebben, vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En hoop ik jullie morgen te gaan zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Spetta, ja! Don... Weet je hoeveel ik van jou superveel?